hoe hij met die grote puppyogen naar je kijkt. Je begroet met dat kwispelende staartje, zo heerlijk zacht is als je maait. Waar je ook voor gevallen bent, vanaf nu ben jij het trotse baasje van deze viervoeter. Het begin van een nieuw avontuur en jullie hebben er zin in. Hoe mooi zou het zijn als je hond braaf geboren wordt. Maar als je pakket voor 20 keer ondergeplast is, besef je dat dat niet het geval is. Een hond is niet meteen je ideale huisgenoot. Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig om hem op te voeden. Jouw hond is niet in staat om zichzelf te vermaken, al doet hij nog zo zijn best. Een hond kan maximaal 6 uur alleen zijn. Dat vraagt veel van je. Toewijding, zorg en natuurlijk een beetje liefde. Een hond gaat niet zelf op stap. Hij heeft jou nodig om hem uit te laten. En dan moet je hem nog eten geven en weer uitlaten, borstelen, nog een keer uitlaten. Kortom, je trouwe viervoeter kost nu eenmaal tijd. Heel veel tijd. Brokken maken is jouw hond ontzettend goed in. Maar ze bekostigen, ho maar. Jouw favoriete huisgenoot brengt zelf geen brood op de plank. En gemiddeld kost hij je 80 euro per maand. En wat nou als je maatje ziek wordt? Dat is niet voor de poes. Jij kiest ervoor om een hond te nemen, maar de hond moet het ook met jou doen. Misschien wel 15 jaar lang. Denk goed na voordat je hem in huis neemt. Kun je deze hond de opvoeding, tijd en liefde geven die hij verdient? Geef een hond geen hondenleven.